het reglement van orde is eigenlijk van interne orde. Net als bij het vraagstuk over de totstandkoming van een wet, is daarbij de juiste procedure gevolgd. Dat zijn interne zaken van het parlement. En het reglement van orde is nog meer een intern regel die geldt binnen het parlement. Het is, en dat is, moet heel duidelijk zijn, het is aan het oordeel van de rechter onttrokken. Althans, dat is de heersende leer. De heersende leer is, in het kader van de scheiding der machten, dat de rechter wel mag oordelen. De uitkomst van een wet of de inhoud van een wet, bijvoorbeeld amnestie verlenen of een verbod voor vrouwen om auto te rijden. Dat is de inhoud van een wet als men het aanneemt. Dat mag de rechter wel toetsen. Maar de rechter mag niet toetsen of de procedure van totstandkoming van de wet op de juiste wijze gevolgd is. Dat is de heersende leer. En ik heb dit standpunt ook aangenomen in de kwestie van de valutawet, waarbij de Surinaamse kortgedingrechter, wat mij betreft, een gedurfd vonnis heeft gewezen en gezegd, de rechter kan daar wel intreden. Nogmaals, de heersende leer is tot nu toe dat dat niet mag. Dat valutavonnis is verder niet meer aan de orde, want die valutawet is hoe het ingetrokken als het goed is. Maar het punt blijft, naar mij bescheiden oordeel, mag de rechter zich niet oordelen over de totstandkoming, de procedure dus, en ook niet over of het in strijd is met het reglement van orde. Dus wat mij betreft, ja, ik zie niet dat het kortgeding enig resultaat zal hebben. Ik moet eerlijk zeggen, de beschuldiging van vertragingstactiek is natuurlijk zo oud als dat de verdediging is. Omdat zodra je iemand verdedigt, kan dat tijd in beslag nemen. En als je alle rechtsmiddelen gebruikt die de wet geeft, kan dat soms heel veel tijd in beslag nemen. En dat wordt dus vaak geïnterpreteerd als ja, vertragingstactiek. Nee, ik ben niet zo geneigd die woorden te gebruiken. Ik bekijk het vanuit de optiek van dat iedere persoon, inclusief de betrokkenen in dit geval, recht heeft op verdediging. En zolang de verdediging gebruik maakt van de middelen die de wet, als je het ruimer wil, het recht biedt, vind ik het volkomen normaal. Integendeel, dat is hun beroep, dat is hun werk. En daar hebben de verdachten in dit geval hebben daar recht op. Dus ja, dat dingen soms tijd kosten, helaas, dat zijn de waarborgen die de wetgever zelf gewild heeft en waar we eigenlijk blij mee zijn wanneer wij ooit verdacht zouden zijn, zouden we blij zijn met al die waarborgen. Dus ik praat niet in termen van tactieken en vertragen enzovoort. Ik kijk naar de inhoud en ik denk dat het resultaat van dit kortgeding niet positief gaat zijn voor de heer Hoefdraad.